Ja, let's go. En we gaan nu nog even fysiek opwarmen. We gaan eventjes rennen. Nee, zin in. We gaan verstoppen in de bus. Ja, zodat onze ouders ons niet zien. Goedemorgen, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is dinsdagochtend, 7 uur 's ochtends en ik zit in mijn auto. Gisteren heb ik me nog ziek gemeld van werk, want ik was natuurlijk afgelopen weekend, had ik weer een buikvirus of whatever. Ik ben gisteren naar de dokter geweest ook en die zei dat het gewoon wederom weer een buikvirus was, maar dat hij wel heel graag een groot bloedonderzoek wil doen om mijn waardes, mijn allergieën, mijn dingen allemaal te checken. Dus dat gaat over 4 weken ongeveer gebeuren. Want dan is sowieso dit buikvirus uit mijn lichaam. En ben ik wat minder verkouden. Nou ja, ik zou ook chronisch verkouden door die baby's. Maar goed. Verder ging het gisteren wel oké qua mijn buik en zo. Ik had gisteren voor het eerst weer een pistoletje gegeten. Nou, mijn buik ging met een keer niet te doen. Maar goed. Verder niks geks gebeurd. En even gewoon rustig aan gedaan. Dat moet ook wel een keertje. Je moet gewoon naar je lichaam luisteren. En dat heb ik gisteren gedaan. Goed, nu is het zo dat het nu al iets over 7 is. En normaal moet ik iets voor 7 of precies om 7 uur gaan rijden. Want ik moet dan naar school. Ik zit in mijn auto. Ik doe mijn sleutel in dat contact. Ik wil hem starten. Ik krijg mijn mailtje dat de eerste 2 blokuren uitvallen. Dus in plaats van dat ik om 8:30 moet beginnen, moet ik nu om 12:30 beginnen. Dus wat had ik nog kunnen doen? Ik hoor het je denken, ja. Ik had nog in mijn bed kunnen liggen. Maar goed, ik ga weer met mijn hassie-tassie naar binnen. En ik ga dan eventjes binnen aan school werken. Ja, dat lijkt mij het beste om te doen. Ja, oké. En dan van 12:30 tot 16:30 les. En dan ga ik naar huis, snel koken voor Corina en mij. En dan gaan we weer naar musical. Dat is even de update. Yo. Zo, ik heb vandaag overleefd. De dag die verliep even anders dan gepland, want het eerste uur viel dus uit, maar toen was Nederlands van het laatste uur verplaatst. En toen hadden we daarna weer een andere les waar we zelfstandig moesten gaan. En toen hadden we een les waarvan we die les al hadden gehad. En toen was iedereen in de war. En dus het was een beetje een chaotisch dagje op school. Maar goed, uiteindelijk was ik rond 5:00 thuis. Dus dat is wel lekker in plaats van 5:30, een half uurtje eerder. Ben even omgekleed voor musical. En ik ga nu even koken voor Corina en mij. Ik heb tortellini pasta met een Napolitana saus. Oh, wat lekker. Ja, ja. En dan gaan we straks op de musical. Corina die gaat met Elke om 6:30 zingen bij Vief. En Sue is ziek. Een arme vrouw als je dit ziet. Beterschap. Maar dat is alweer een week geleden dat je dit ziet. Nou goed, maakt ook niet uit. En we gaan vanavond aan de dans en een paar scènes doornemen. Dus ik zeg hey ho. Let's go. Goed, lieve dames en heren. We maken wederom, net zoals vorige vlog, een sprongetje in de tijd. Want het is alweer vrijdag. En ik ben weer deze vrijdag bij Corina thuis. We hebben net lekker gegeten en we gaan zo meteen op weg naar. Zit ze even aan het ijsje pak te drinken. Hattem! Hattem, want wij gaan een weekendje weg met de musicalgroep, jawel. We gaan op schoolkamp, voelt het echt. We hebben onze tassies gepakt, onze koffers gepakt. En we gaan op schoolkamp, helemaal leuk. We gaan verstoppen in de bus. Ja, zodat onze ouders ons niet zien. Nee, goed. Corina die rijdt en we gaan richting Hattem naar de Zandkreek, heet dat? Ja. Zandkreek en vanavond hebben we karakter Got Talent en morgen hebben we een après-ski feest en we gaan een zangworkshop doen, een dansworkshop. Dat wordt allemaal verzorgd door Marieke en Elke en Ellen en iedereen en alles en iedereen. Een beetje voor door elkaar weekend. Corina, ja. Ik vind het heel ernstig. Ik was aan het nadenken over mijn theeslippers. Oh. En Corinne en ik slapen samen op een kamer, dus dat is echt gezel. Old school. Old school. En verder gaan we gewoon een leuk weekendje ervan maken. Ik neem jullie zoveel mogelijk mee. Ik heb mijn statief mee, dus ik kan hem overal neerzetten waar ik wil. Maar je gaat ook een beetje genieten. Ja, zeker, zeker. Maar ik ga ook een aftermovie maken voor de musical socials. Dus hou dat zeker even in de gaten. Nou, we zijn er aanbeland. Helemaal leuk. Corinne en ik slapen hier samen op een kamer. Ik slaap hier. Corinna slaapt daar. En onze kamer heet de garage van Arne. En dat komt omdat Corinna vorig jaar Arne speelde. Oeh! Hier is een hele grote groepsruimte waar ze slapen. Oké, nou, hier is de groepsruimte. Daar zitten de dames al spelletjes te doen. Hier worden de dingetjes opgezet. En we gaan even verder. Hier is nog een gang.
met allemaal kamertjes. Helemaal leuk. Hier is een barretje. En hier is de gang. Ja, hoe moet je het anders noemen? En hier is de keuken. En daar zijn ze weer hoor. De gimbalkontjes. Nou, dat was even de rondleiding. En we gaan even meemaken wat we vanavond doen. Vanavond is karakter Got Talent. Theaterschoolkarakter, snap je het? Dus ik ben benieuwd wat voor extra allemaal voorbij komen. Sophie, Corinna en ik gaan ook nog een act doen. Helemaal leuk. Ilse met Aletjevka. Het was vannacht 2:30 dat ik op bed lag een keer. Maar het was wel heel gezellig. We hebben net een warming-up gedaan in hier het Amfitheater in de zon. En we gaan nu nog even fysiek opwarmen. We gaan eventjes rennen. Nee, zin in. Ja. Lekker in het zonnetje, jongens. Wat zijn we goed bezig? Wat zijn we goed bezig? We zijn nu bezig met de openingsdans. En daarbij gaan we een paar nieuwe danspasjes toevoegen. Zo, ik kom er wel. Maar het is wel even lekker om in de buitenlucht te zijn. Lekker, lekker dansen, lekker bewegen. Nu eventjes een koffiepauze. En dan gaan we weer door. Oh ja, en ik ben een oorbel kwijtgeraakt gisteren. Wist jij dat wel? Ja, want ja, ik heb dat. Ja, ik ben een oorbel kwijt. Geen idee wat het is. Nou ja, nieuwe fashion. Mooi. Inmiddels is het alweer tijd, of bijna tijd, voor het avondeten. Er wordt nu gekookt, of nou gekookt. We gaan een broodje hamburger eten met friet, maar ook met salade. Lekker met mozzarella en tomaatjes en dat soort dingen, dus dat is heel lekker. Verder hebben we vanmiddag, vanochtend dus de dansjes gedaan. Toen zijn we gaan lunchen, daarna hebben we wat liedjes doorgenomen en toen nog wat scènes. Dus al met al wel weer een hele drukke dag. Maar we hebben wel gelukkig wat puntjes op de i kunnen zetten. En wat dansen kunnen afmaken voornamelijk. Dus dat is heel fijn. En alle liedjes nog even doorgezongen. En vanavond is het tijd voor de après-ski party. Jawel, nou deze meid die ligt vroeg in de bed, kan ik je vertellen. Ik ben kapot. Maar goed, we gaan even après-skiën. Ik heb ook een outfitje. Ik moet alleen nog even kijken. Ja, nee, dat komt goed. En ja, nou dat. Verder is het gewoon erg gezellig. Ja, het is zo. Ik doe even de deur een beetje open. Dan horen jullie vast. Oké, het après-ski feestje is begonnen. Ik zie er als volgt uit. Ik heb een muts op. Sexy Sophie. Het is weer Sophie in de vlogtijd.
Oké, ik heb dus een skibril en zo'n muts van vroeger. En dan heb ik een giletje aan. En dan heb ik mijn UX met beenwarmers. Nou, ik vind het ook fantastisch. En we gaan eens even kijken met Facey. Hey, hey! Hier is een dans gaande. Nou, vind ik helemaal leuk. We gaan ervoor. Gezellig. Sophie wil even wat zeggen. Nou, we hebben de tafel gedekt. Dit is het resultaat. Lekker. Very good, very nice. Goedemorgen jongens. Gisteravond hebben ze een flink feestje gehad hier. Ik trouwens ook, want ik heb keihard meegefeest. Alleen ik had niet gedronken, want ik dacht nee, ik wil niet weer zo wakker worden als zaterdagochtend. En dat is goed gegaan. Ik heb één champagnetje gehad en dat was het. Maar Sophie daarentegen heeft... Nee, ik ga niet filmen, schat. Ik zag er paniek. Ik ga niet filmen, maar je hebt wel een klein katertje. Eerlijk is eerlijk. Ja. Ilse, ik weet niet hoe Ilse erbij zit. Heb je een katertje? Nee, je hebt niet zoveel gedronken. Nee, ik drink geen alcohol. Normaal niet. Nee, ik ben helemaal fris en fruit. Oh, lekker. Ja. Heel fijn. Nou, we gaan even ontbijten en dan gaan we volgens mij warming up en doorlopen. Ik hoop dat de zon een beetje doorkomt. Ja, ik hoop dat ik gewoon binnen mag blijven. Oh, nu sta je er toch op, want ik draai me om. Nou, oké. Ik ga eten. Hoi. Ik heb mijn pakje aan, ik sta van de keuken, maar ik ga het even zien. Let op. Dit is mijn pakje. En dan heb ik ook nog misschien wel meld mij maar even filmen, want dat is beter. Want ik heb ook nog die schoenen. Ja, hij is ongedraaid. Kijk, ik heb nu ook die schoenen erbij. Alleen, ze klappen. Dus dan moet ik even te breken. Moet je zo'n tapey dingetje eronder doen? Ja, dat kan. Oké, we gaan beginnen. Let's go. Zo, ik ben weer lekker thuis en wat was het een leuk weekend. We hebben echt genoten. We zijn flink ook met de musical bezig geweest, maar we hebben ook lekker gefeest. En het is zo'n fijne groep, het was super gezellig. En ik wilde ook nog even zeggen, oh ja, zaterdagavond gingen we ook nog net na het eten een avondwandeling maken door het bos. Pikkendonker bos. We mochten wel een zaklamp aan, gelukkig. Dankjewel Elke en Laura. En op een gegeven moment waren we bij een open veld en toen heb ik voor het eerst in mijn leven een vallende ster gezien. En ik moest ervan huilen. Ik jank om alles natuurlijk, maar ik moest ervan huilen. Ja, ik vond het zo mooi. En ja, ik heb een wens gedaan en ik hoop, maar ik denk dat die uitkomt. Maar goed, dat is dat. Ik ben nu aan het staren naar mijn koffer die ik moet uitpakken, maar daar heb ik nog even geen zin in. Dus ik ga even deze vlog verder afediten. Binnenkort komt er ook een after movie, een after vlog van dit musical weekend. Dus die zal ik ook dan op mijn kanaal zetten en dan dus zien jullie vanzelf. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, als je hebt genoten van ons musical weekend en de rest van de week, dan wil ik je vragen of je even een duimpje omhoog wil doen. Abonneer op mijn kanaal beneden. Hier zo, daar zo. Als je dat nog niet hebt gedaan en dan zie ik je weer volgende week. Doei doei!